Glenn, als ik op die website kijk, dan zie ik een enorm bewogen joh. Wie is er dan begon? Ik weet het zelf ook niet. Gewoon de auto instappen en al heren hier. Dus. Ja, het klinkt heel bescheiden, ja. Maar dat zie ik. Toch, er zijn heel veel optredens van ik. En wat een beetje opvalt is dit jaar dat ze wat richting pop geest, klopt hè? Nou, luister, het is altijd en geweest. Alleen ik profileer me wat meer in de pop, omdat ik nu met wat bekendere namen speel. En dan valt dat meer af voor het publiek, maar mijn zeg maar jazzkant, dat blijft gewoon bestaan. Ik zit in heel veel, trees op heel veel plaatsen op, ja. Begeleid heel veel heel bekende mensen. Los een paar namen los voor de Venloneer. Volgende week moet ik met Treintje Oosterhuis spelen. Ik ben bandleider van Doe, bekend van het liedje Heaven. En met Sander de Bisonnier speel ik de laatste tijd vaker. En dat is leuk. Maar dan even heb ik gewoon mijn eigen projecten. En jouw mensen willen namen huren, maar ik bedoel, het eigen projecten vind ik minimaal net zo belangrijk. Dat het Corneille Roelofs trio. Ja, fantastisch. We stonden snel op het Noordzee voor de tweede keer. En dat is voor ons weer een hoogtepunt. En ik zie er zeer naar uit. Ten meer omdat Noordos in dezelfde zaal ook mijn idolen, mijn Amerikaanse idolen spelen. Dus dat is natuurlijk voor ons fantastisch. Ja, maar ik mag toch Delven doen, want het vorig jaar hebben ze daar ook al gespeeld. Nee, ik even kijken. Vorig jaar stonden we er neer, het jaar doorvuur. En 3 jaar geleden stond ik er ook nog een keer. En dit jaar is het helemaal bijzonder omdat ook het Searing Quartet met onder andere Egbert Derks uit Horst deelneemt. En Mike Roelofs, een tegelse jong op piano bij Mo Jones. Dus ja, dat is natuurlijk Wat gebeurt er met tegels van Noordzee? 2 jaar geleden was ik erg nerveus, maar dat speelde ik van mijn gaaf naar 2 stukken. Omdat ik besefte, verdorie, dit kan wel eens de doorbraak zien in dat genre. En dit jaar ben ik heel relaxed, zal ik maar zeggen, in slecht Venlo's. Kom ik daar hier. En wie is er met een optreden boet in Nederland? Binnenkort waarschijnlijk naar Canada spelen. Maar dan moest ik niet, ik heb mijn gezinsleven, niet te veel buitenlandreisjes willen pakken. 1 of 2 per jaar is genoeg. Maar we spelen aan de getrokken, hè? Ja, dat wil ik altijd. Alleen boven alles het privéleven en dat is altijd schipperen. Je krijgt een rol en speelt in de sfeer van Pinter of Shakespeare. Een koning, een man uit de straat, een zakenman.